staat best sterk stroming, dus je kunt niet echt. Je kunt niet echt tegenin peddelen. En als je er eindelijk bent. Als je er eenmaal bent, word je heel snel de zee opgesleurd. Dus je moet oppassen dat je niet te ver de zee in komt, dat je niet meer terug kan. En als je er dan eentje pakt, moet je echt geluk hebben dat het de goede is. Ik ga nog één keer proberen, maar. Een uur of 7 ochtends, de zon komt net op. Prachtig beeld. We gaan weer een berg op klimmen. Ik weet niet precies hoe die heet. Volgens mij is het Mount Itmus. Geen idee, maar het geeft een heel mooi beeld over Lake Wanaka. En het is gewoon weer een nieuwe hike. Yeah boy, let's go! Jezus, zwaar, maar super vet. De halve finale WK rugby tegen Engeland. Dus yeah. Ik ga de wedstrijd kijken met een Frans koppel die ik op de camping heb leren kennen. En ja, een barkie bossen. Alright, the dream's over. Wauw, ik ben voor het eerst in, denk in 2 maanden weer eens een keer, of nou, in 4 maanden weer eens een keer gewoon goed brak. Dering. Gisteren moesten we de opleg spelen. We hebben wel verloren. Kut Engeland. En ja. Ik ben gewoon niet meer gewend, denk ik. Dus ik ga vandaag gewoon even chillen. Ik zie wel wat er allemaal gebeurt. En het is ook echt tegen, man. Het is echt geen weer om bak te zijn. Super mooi weer. En ik lig hier een beetje. Ik ben hier een beetje aan het sterven. Ja. Oh, zo'n kutbrood ook. Dag. Hey, yo. Ik ben in Queenstown, waar je alle gekke dingen kan doen. Ik ben zo mountainbiker. Dus ik heb een mountainbike gehuurd en dan ga je naar de Condols. En dat is een heel pad. Het is, het is wel echt een specifiek mountainbike pad. Ik dacht namelijk dat het ski gebied zou zijn, maar het is super vet, echt heel cool. Echt gewoon eerst boom, meteen mijn muil natuurlijk. Maar de rest gewoon. Ja, ik. Dit is altijd met dit soort sporten. Als ik het nou laat zien, dan lijkt het heel langzaam, maar geloof me. Het was het snelste dat ik durfde. Op dit moment. Ja, dit is echt heel gaaf.
In de gondel! Everybody wants to know. Mountainbiken was echt gaaf. Echt gaaf. Dat is best uitdagend. Ik ben ook, heb ook best wel wat aan overgehouden. Dit en dit en dat. Maar het is echt heel vet. Best wel uitdagende tracks. En ja, heel cool. Ik ben nu op weg naar Queenstown, ja, het centrum. Daar is een tent. Die heet Vergburger of zo. Geen idee hoe die heet. Maar dat blijkt de beste burger van in ieder geval Nieuw-Zeeland te zijn. Misschien zelfs ook wel de wereld, maar dat is subjectief. Dus gaan we zien.